Hallo allemaal, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. En welkom bij deze playthrough van Robinson Crusoe. Ik heb gekozen, in tegenstelling tot de meeste playthroughs die er online beschikbaar zijn, voor het scenario van The Family Robinson. Ik heb hem zelf nog niet geprobeerd, maar hij leek me het meest haalbaar om te tonen aan jullie, naast het beginscenario. Het doel van het scenario komt er globaal op neer dat we in dit geval 9 extra items hebben getrokken en die moeten we allemaal gebouwd hebben voor het einde van ronde 12. Bovendien komen er nog wat kinderen in het spel die we zeker ook niet mogen vergeten te voeden. En we moeten ook een schuilplaats en een dak en een palissade hebben die minstens level 1 bestaan. Oh, ik vergeet nog even het wapenniveau, dat moet ook op 1 staan op zijn minst. Dus heel wat bouwwerk vooral, vandaar dat ik heb gekozen voor de Carpenter. Die zou daar wel goed in moeten zijn. Ik heb er nog niet mee gespeeld, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik ken zijn eigenschappen nog niet. En dan hebben we de Explorer, want ik ga ook waarschijnlijk veel landgebied moeten ontdekken. Aangezien er wel op het scenario staat hier, dat als ik van die totempalen ontdek, dat er bepaalde terreintypes worden afgedekt, waardoor ik minder gemakkelijk deze dingen zou kunnen bouwen. En ja, dat wil ik misschien vermijden door heel veel te ontdekken. Al is er ook wel een speciale actie waardoor ik mijn land kan terugkrijgen, maar dan moet ik 2 mannetjes aan spenderen. Voor een leren ik eraan beginnen wil ik ook nog even duidelijk meedelen. Ik ben geen expert in het spel. Ik ga fouten maken doorheen het spel. Ik ga proberen wel tot minimum te beperken. En ik ga jullie proberen ook een aantal rondjes voor te doen en dan ga ik jullie zelf misschien een keuze geven. Wat moet ik nu doen? Om het gemakkelijker te maken, en dat is niet helemaal volgens de regels, gebruik ik vrijdag. Want ik speel een 2-spelerspel, dat mag eigenlijk wel om het gemakkelijker te maken. Dan ga ik ook de hond gebruiken. Dus besef heel, heel goed, dit spel is heel moeilijk om te winnen, om te spelen zelfs. En ja, ieder extra karakter kan het wel gemakkelijker maken. Dus als ik dit spel win, dan is het nog niet het niveau dat eigenlijk bedoeld is met dit scenario. Maar goed, dat neem ik er dan wel bij. Ik denk dat het moeilijk genoeg gaat zijn. Laten we beginnen aan de eerste ronde. Event slaan we over. Dus we gaan over naar de moraalfase. Die staat op 0 op dit moment. Er gebeurt ook niets mee. Dus dan kunnen we meteen overgaan naar productie. En onze starttegel, zoals gewoonlijk, levert 1 hout en 1 banaan op. Of ja, 1 voedsel moet ik zeggen. En die komen meteen in onze huidige beschikbare voedselbron. Aan de andere kant van de krat, daar komen onze toekomstige grondstoffen, of wat moet ik zeggen. En dan mag ik eraan beginnen, aan de actiefase. Dus het doel is vooral in eerste plaats om deze 9 gebouwd te hebben. Dus ik wil daar ook zo snel mogelijk aan beginnen. En ik zie dat ik voor een heel aantal dingen al een schop nodig heb, of een mes zelfs. Dus die schop die ga ik sowieso willen bouwen in de eerste ronde. Verder ga ik ook willen ontdekken. Want hoe meer ik ontdek, hoe beter. Dus ik ga mijn Explorer gebruiken samen met de hond, want de hond die kan ook ontdekken. Om deze tegel te ontdekken. En ik ga mijn Explorer gebruiken samen met Vrijdag om deze tegel te ontdekken. En dan heb ik nog mijn Carpenter. Ik zou 2 acties kunnen spenderen. En dan rollen. En dan kan er natuurlijk van alles mislopen. Misschien moet ik dat doen. Want ik moet echt wel veel bouwen. En mijn Determination tokens kan ik ook wel gebruiken voor mijn eigenschappen. En die heeft hij wel nodig. Dus misschien is het niet slecht in het geval. Even kijken wat de verdeling is. Succes hier is 2 kansen op 3. Kans op een wonde is ook wel 2 op 3. En wel, kans op een vraagteken is 1 op 2. Dus de statistieken zijn niet super goed, maar laat ik het toch proberen. Ik ga met mijn eerste actie, of ja, ik kan zelf beslissen welke volgorde. Dus ik ga proberen voor een shelter te gaan. Oh, wel, dat kan ik nog niet. Wapen dan? Wat kan ik nog bouwen? Nog niet veel voor de rest. Weet je wat? Ik ga eigenlijk als tweede actie hier de moraal een beetje meteen omhoog duwen. Door mijn kampen te ordenen. Dat is misschien ook geen slecht plan. Dan krijg ik ook Determination tokens. Goed. Dat wat betreft plannen. Dan gaan we over naar het uitvoeren. Het gaat van links naar rechts. En ik heb meteen al iets gezien. Over het hoofd gezien eigenlijk. Benader inzien. Dat is dit hier.
Ik heb niet genoeg voedsel voor... Vrijdag moet ik niet voeden, mijn hond die kan zijn plan ook wel trekken. Maar ik heb wel... Ik speel nu met twee mannetjes, daar ben ik niet gewend van solo te spelen. Dus één voedsel is niet genoeg voor de nacht door te komen. Maar misschien moet ik meteen dan wat wondes nemen. Waarom niet? Goed. We gaan beginnen dus met dagboek, zoals ik het noem. Thread heet het. Hunting wordt niet uitgevoerd. Dan gaan we bouwen. En dat is deze dus. In dit geval moet ik dus deze drie dobbelstenen rollen. Eens kijken wat het geeft. Het is een succes, maar er gaat ook wel iets gebeuren. Dus laten we eens kijken wat dat zegt. Breakdown. You're not used to working with handmade tools. Well, je hebt het mis, want ik ben een carpenter. Maar goed. Shuffle into the event deck. En de spelregels zeggen het eigenlijk wel niet, maar het is niet per se de bedoeling dat je het onderste gedeelte al leest. Dus je weet nog niet wat er gaat gebeuren wanneer die terug naar boven gaat komen. Ik hoop dat jullie het niet stiekem hebben gelezen. Ik alleszins niet. Dus deze wordt hier ingeschuffeld. We zien wel wanneer die eraan komt, maar goed, dat is geen probleem. We weten niet wat er gaat gebeuren. Zo, hij zit er goed in verborgen. Maar het is gelukt, dus we hebben een schub, ofwel toch vanaf de volgende ronde. Dat hebben we ook niet meer nodig dan. Deze kan ik terug op mijn bordje zetten. Dat is geslaagd en dan gaan we nu, gatheren gaan we niet doen, maar we gaan wel exploren. En dat wordt twee keer een succes. Dan moet ik misschien kiezen welke eerst, kan belangrijk zijn. Laat ik gaan voor de hond. En wat komt hierbij? Hills. Dat is al heel handig. Nee, ja, oké. Okay. Er is eentje, dat is de lantaarn. En die is misschien niet slecht om snel te bouwen. Want dat levert me een extra... een neutrale pion op om te bouwen. Dus als ik deze kan bouwen, maar goed, ik moet eerst een vuur hebben. En dat vuur, dat ligt er niet. Ah, de randomness. Ik ben al meteen getroffen erdoor. Dit mag zo niet gebeuren. Wacht even, dat had ik nog niet gezien. Dus ik moet op zijn minst een vuur hebben. Anders kan ik die niet bouwen. Onmogelijk bouwen. Ah jawel, jawel. Ik ben iets te voorbarig. Hier is ook een vuur. Het is niet enkel fireplace, maar er is ook hier een vuur. Dus als ik die bouw, is het wel goed. Ja. Dus ik moet eerst die bouwen, dus ik moet berggebied ook hebben. Nou, we zijn eigenlijk nog niet klaar met deze tegel. Laten we eerst daarop verder gaan. We moeten een beest toevoegen aan onze hunting deck. We moeten twee van deze... Discovery tokens, nu zeg ik het goed, en de spellen leg ik er moeite mee. Die gaan naar de toekomst. En wat hebben we getrokken? Healing herbs, wel enkel als we de pot hebben gemaakt. En als we een pot hebben gemaakt, krijgen we twee hartjes bij. Oké, dus dan zijn we moeten de pot maken. Helaas is de pot een van de dingen die we niet per se moeten maken. Maar het voordeel is wel, daar hebben we heals voor nodig. En die hebben we nu wel, niet helemaal, want hier staat een totempaal op. En dat wil zeggen, als het de eerste is van dit terreintype, dan moeten we dit terreintype afdekken. Ouch. Dus deze hills, moet ik dat met zwart doen? Ik weet niet met wat ik dat moet afdekken. Ik ga dat met blauw afdekken, dat valt goed op. In de scenario staat het met zwart, maar goed, met blauw valt ook beter op. Dus ik moet het is niet ontdekt, dus ik kan eigenlijk nog niet met hills bouwen. Dus dat is minder goed, dus ik hoop dat deze misschien ook hills zijn, of bergen, dat is ook handig. Opnieuw met een totem, daar hoop ik natuurlijk niet op. Dus deze wordt ook weer afgedekt. Ouch, ik krijg weer een discovery token. Een palissade, dat is wel handig, want dat moet ik sowieso hebben. En dat is het wat deze tegel betreft. Dan kan iedereen terug naar zijn bordje gaan. Er is voorlopig niemand gewond geraakt, dus dat is al positief. Maar ja, het had ook beter kunnen gaan, want ik heb hier twee van die totempalen getrokken. Ik kan er wel naartoe gaan, maar ik kan er ook... Ja, ik heb er niks aan voor mijn spullen te maken. Einde van de actiefase, dat vergeet ik meestal wel eens, dus als je me dat ziet doen, besef heel goed dat dat normaal is bij mij. Alles schuift op naar hier. Dus ik heb vanaf nu een schub ter beschikking. Ik ga die gewoon hier leggen. En ik kan ook dit allemaal gebruiken. En thorny bushes, die ga ik meteen activeren. En dan ga ik dus van palissade... Ah nee, dat gaat nog niet. Wacht. Ik moet eerst een schuilplaats hebben voordat ik dat kan doen. Dus daar ga ik ook niet veel mee bereiken. Nee, dus ik ga dat voorlopig allemaal laten liggen.
Dan komen we aan de weather phase. Voorlopig is er nog geen probleem op dat vlak. Maar dat gaat niet lang duren, want in ronde 3 begint het te regenen. En dan komen we aan de nachtfase. We kunnen ons kamp verplaatsen. Ik zie een goede reden om dat te doen. We kunnen ons naar hier verplaatsen. Want hier hebben we ook voedsel en hout, dus waarom niet? En dan, ieder speler moet eten. Dus dat wordt 1 banaan voor de carpenter, ga ik zeggen. En de explorer, die kan wel tegen een stootje, dus die gaat 2 wondes nemen. Of een beetje honger lijden eigenlijk. En aangezien we nog geen dak boven ons hoofd hebben, gaat iedereen een wonde krijgen. Goed, dat was moeilijk te vermijden, want we hebben geen hout in de eerste ronde. Dus ja, dat is schade die we moeten incasseren. Ik ga nog een rondje spelen, dus we gaan naar ronde 2. En dan gaan we eens kijken wat we nu gaan doen. Eerst en vooral een event, en dat gaat al veel bepalen. Natural dam breaks. An unexpected flood is destroying everything in its path. En het heeft zo'n boekje, dus dan moet ik daar gaan kijken wat het boekje zegt. Maar ik ga eerst de rest ook al doen. During the production phase, this round, you get +1 wood and no bananas. Put this one here, groene vraagteken, in the explore action space. Dus, wauw. +1 hout. Maar min bananen zitten hier niet in. Dus dat moet ik onthouden. Dus ik ga het kaartje hier in de buurt leggen. Wel, ik mag dat niet in de buurt leggen, ik moet dat hier leggen. En ik kan dus met een schub, die heb ik, en een mannetje kan ik deze laten verwijderen van het bord. En dan krijg ik een determination. If possible, turn up to 2 items face up and cancel their effect. Dus dat wil ik zeker vermijden, dus dat moet ik gaan uitvoeren op een of andere manier. Oké. Nu moet ik dat boekje nog toepassen. During the production phase of this round, you only get half of the total number of produced resources. Rounded up. Dus ik krijg maar de helft. Normaal gesproken zou ik er 3 krijgen, maar ik krijg al geen bananen. Of ja, normaal gesproken zou ik er 2 krijgen. En nu krijg ik 1 hout meer en geen bananen. Dus nog altijd 2. Dus ik krijg maar de helft. Dus ik krijg 1 hout. Dat is echt nog niet voldoende. Vooraleer dat we naar productie overgaan, is het nog eerst de moraalfase. En ik besef nu ineens, ik had deze hier vergeten toe te passen. Dus de moraal ging met 2 omhoog. Nee, ik zeg het verkeerd. De moraal ging met 1 omhoog en ik kreeg 2 van deze tokens. En ik, dat is de carpenter. Nu, wat ik nog wel ben vergeten is, er is normaal een first player. En aangezien ik alleen speel is dat een beetje raar, maar daarnet zal ik zeggen was de carpenter de first player. Nu is de explorer de first player. Dus hij of zij krijgt dan wat er op de moraaltrek staat en dat wil zeggen 1 determination token. En met 1 is die eigenlijk nog niet veel. Dat is dat. Productiefase 1 hout komt meteen wel hier te liggen. Dus we kunnen een schuilplaats bouwen. En dan kunnen we ook meteen een palissade bouwen. Dus dat is al goed. Maar dan, jij komt ook maar terug. Dan gaan we onze acties plannen. Ik wil nog altijd veel gaan exploren. Dus laat ik mijn hond en een explorer alvast daar naartoe sturen. Ik wil ook shelter bouwen. En ik wil eigenlijk niet falen. Maar ik ga toch 1 mannetje sturen, want ik zie dat ik met mijn carpenter heb ik craftsmanship actie, dus ik kan 2 determination tokens afgeven en dan kan ik een bruine dobbelsteen herrollen. Dus als het echt mislukt, dan ga ik gewoon opnieuw rollen. Wat me toestaat om nog een extra actie te doen, misschien samen met vrijdag een gather actie. Nee, samen met vrijdag ga ik die naar hier sturen, waardoor ze 2 voedsel kunnen oppikken. 1 non-perishable, dus dat is nog heel handig. En dan heb ik nog 1 explorer over. Ik zou ervoor kunnen kiezen om een hartje te nemen bijvoorbeeld. Of ik ga voor het risico en ik ga verder verkennen. En ik denk dat ik dat wil doen. Ik ga in het begin nog een beetje risico durven nemen. Of laat ik iets bouwen? Nee. Moest het falen, krijgt hij waarschijnlijk wel 2 determination tokens.
En dan kan hij in de toekomst belangrijke dingen ook mee omdraaien, naar zijn hand zetten als het moet. Alright, dat alles is gepland. Dan gaan we uitvoeren van links naar rechts. Dus eerst deze. Een banaan en een broodje komt voorlopig hier te liggen. Deze gaat weliswaar weg. Dus daar zijn we van aan ontsnapt. Er stond wel niets op als gevolg als we dat niet deden. En dan gaan we bouwen, dus onze shelter. Of dat lukt, dat gaan we niet moeten zien. Wel, ik ga niet moeten herrollen, want dat ziet er perfect uit. Dus shelter is gebouwd. Dit fiche draaien we om. Dat is heel goed. Wel, ik ben één ding vergeten. Ik moest er ook mijn twee hout bij leggen. Dus mijn twee hout ben ik nu weg. Ben ik nu kwijt. Dan, gatherfase. Daar heb ik uiteindelijk niemand voor gekozen. Maar ik ga dus wel exploren. Laat ik beginnen met de actie die zeker een succes is. En dat is berggebied. Weer helaas met een totem erbij. Dus opnieuw wordt dit afgedekt. En het begint heel pijnlijk te worden. Ook komt er een dier in de hunting deck. En we krijgen weer een discovery token. Oh, wapen. Dat is wel nuttig. Dus dat is ook geslaagd. Maar dan. Hier, dan moeten we gaan rollen. De kans op succes bij Discovery Exploring is 5 op 6. Dus dat is goed. De kans dat we een hartje verliezen is 1 op 2. En wel, 5 kansen op 6 ook dat we een kaart moeten trekken. En dat moesten we sowieso, dus eigenlijk maakt het niet zoveel uit. En eigenlijk had ik ze ook op omgekeerde volgorde moeten doen. Ja, want anders had ik er net ook een vraagteken moeten trekken. Goed, het is mislukt sowieso. Dus 2 discovery, 2 determination fiches. En een vraagteken en een wonde. Oké, dus ik deed dat even verkeerd. Laten we vanuit gaan dat ik deze actie van één persoon eerst heb uitgevoerd. Want ik was vergeten dat dat vraagteken erop lag. Dus als het een gevolg is voor deze hier, dan gaan we dat nog moeten aanpassen. Tiger. You find a tiger and hide. If you go back to the camp now, it will track you. Discard this card and execute a night phase outside the camp or shuffle it into the event deck. Oké. Een tijger klinkt gevaarlijk. Ik zou kunnen kijken hoe gevaarlijk. Maar die gaat waarschijnlijk terugkomen als ik die in de event deck shuffle. Langs de andere kant, als ik nu uit het kamp blijf, ga ik een wonde nemen. Ja, misschien moet je dat wel riskeren. Gewoon een wonde nemen in plaats van een tijger. Dus ik ga deze weg doen en ik ga uit het kamp verblijven deze nacht. Dan ga ik geen eten. Oh, dan krijg ik 3 wonden, want ik heb ook geen eten. Ja, dan gaan we toch... we gaan erin schuffelen. We gaan het risico nemen. De tijger is niet echt goed voor onze familie Robinson. Maar, ach ja. Oh, prangelijk komt deze huis. Dan zullen we direct wel weten wat het gevolg daarvan is. En dan zijn alle acties uitgevoerd. Dit keer niemand vergeten. Nee. Oké, dan gaan we over naar de weather phase. Die is er nu nog niet. Volgende ronde wel. En dan de nachtfase. We gaan ons kamp dat verplaatsen. Dit keer niet. We hebben ons tentje gebouwd. Dus we lopen geen schade op daarvan. En we hebben eigenlijk ook eten voor iedereen. Bovendien ga ik deze 2 tokens gebruiken. Eentje voor het wapenniveau omhoog te doen. En eentje om de palissade omhoog te doen. Dus die gaan ook uit het spel. En ja, ik ga mijn perishable food wel moeten gebruiken. Oké, dat is het einde van ronde 2. Goed, we gaan over naar ronde 3. En we beginnen dan weer met een event. Laten we eens kijken. Breakdown. You're not used to working with handmade tools. Ik heb een déjà vu. Heb ik die... Ah ja, ja, logisch. Ja, tuurlijk. Tweede gedeelte moet ik nu lezen. After some time, the tools are not the best, but by working hard, you manage to achieve your goals. The first player gets 2 determination tokens and draw another card. Dit is gewoonweg een goede kaart. Wie had dat ooit verwacht? First player
is in de derde ronde de Carpenter. Dus die heeft nu 4 Determination Tokens. Daar kunnen we al wat dingen mee doen. Dus deze gaat gewoon eruit. En we trekken nog een eventkaart. En dat gaat minder goed zijn. Dus, Council. All night you were talking about your future on the island. Your initial ideas will not work and your plans need to change. Dat kan wel kloppen, ja. You will not be able to create all of the items you wanted. Dan hebben we gefaald. Jongens, dat gaat zo niet. Oké, discard 3 invention cards. Dit is conflicterend met het scenario waar ik in zit. Dus ik ga 3 van de basisdinges moeten opofferen. Wauw. Ook is er een boekje, dus er is weer de helft van de productiefase deze ronde wordt overgeslagen. Oké, ik moet er 3 skippen, maar welke kan ik skippen? Want een vuur heb ik nodig, dus dat mag ik zeker niet. Een mes heb ik ook nodig, dus dat kan ik ook niet. Een map, eigenlijk moet ik die zo snel mogelijk maken, maar ik heb nog geen rivier. Dus wat zou ik kunnen wegdoen? De bricks misschien heb ik voor de andere dingen niet nodig. Touw heb ik ook nodig, dus ik moet er 3 wegdoen. Dat hoort deze dan. De bricks, die gaan eruit. De dam gaat eruit. En dan moet ik bijna de map verwijderen. Ja, de pot. Allee, we zullen de map maar verwijderen. Is niet zo goed, maar goed, ja, we hebben een hond in plaats ervan. Dus ja, dat is hier ineens al wat armzaliger, de opties. En productie is een half, maar eerst moeten we nog naar de moraal kijken. En daarvoor krijgen we wel een determination token. Dus dat is niet slecht. Dan zit die al bij 5. Ik kan wel met de carpenter voor 3 determination tokens kan ik een nieuwe uitvinding op het bord leggen. Dus we moeten er dan 5 trekken. En eentje mag ik kiezen. Dus dat kan handig zijn. Maar ik denk dat ik hier wel gebruik maken van de determination tokens. Om een extra mannetje te krijgen voor een buildactie. Of om te herrollen. Productiefase is weer gehalveerd. En we zitten nog altijd op deze positie. Dus wat houdt dat in? Eigenlijk was deze maar tijdelijk. Plus 1 hout en geen bananen. Oké, dat was enkel voor die ronde. Dus dit moet er niet liggen. De bananen die heb ik dan ook weer. Maar het wordt wel gehalveerd. En doordat het gehalveerd wordt, heb ik wel nog altijd een probleem. Want dan krijg ik maar 1 van de 2. En ik denk dat ik voor de bananen moet gaan. Want eten wordt een probleem anders. Dit ziet er niet goed uit, jongens. En vandaar dat ik jullie hulp ga vragen. In de mate van het mogelijke toch. Ik moet mijn acties plannen. Ik heb dus 2 keer Carpenter met redelijk wat Determination. Dus die kan wel wat doen. Ik heb 2 keer een Explorer. Die ook wel 3 determination heeft om iets mee te doen. Ik heb een hond en ik heb vrijdag. Ik heb ook nog de Bijbel. Kan ook wel handig zijn. En ik kan ook mijn rum gebruiken om 's nachts te herstellen. Wat moet ik doen met de acties voor de volgende ronde? Ik ga alvast de banaan hierbij leggen. En dan gaan we zien wat jullie voorstellen. In ieder geval, het zal alvast helpen als we deze blauwe fiches gaan wegkrijgen. En als we beginnen aan die 9 items te bouwen, want we hebben nu nog wel geteld 10 rondes om 9 items te bouwen. En we moeten ook nog werken aan het dak voor de regen die er zit aan te komen. Ik ga het even laten zien hoe erg het eruit ziet. Deze ronde is het nog zo vat, dus ik ga die oranje dobbelstenen wel klaarleggen. Maar vanaf dan wordt het stilaan erger en erger. En los van het weer dat er al slechter begint uit te zien, hebben we hier ook nog 2 van die events liggen. En als er niets mee gebeurt, dan schuiven die er zo dadelijk af. Het goede is, als we ze er laten afschuiven, dan verliezen we 2 invention cards. In dit geval, of we gaan er 2 omdraaien naar de invention site, dus dan worden ze terug ongedaan gemaakt, zoals de schop. Dat zou fataal zijn, dus we moeten deze ook vroeg of laat uitvoeren. Hier kunnen we wel nog een invention card bij krijgen, dus dat is wel interessant. Hier hebben we de schop voor nodig, dus dat kunnen we wel oplossen. En hier gewoon 1 mannetje, dus dit zijn ook dingen om rekening mee te houden. Voor de rest, is het aan jullie? Wat stellen jullie voor? Hoor ik niets,
binnen afzienbare tijd, ja, dan zal ik het zelf moeten oplossen. Maar alvast bedankt voor het kijken deze aflevering. Bye bye!